Fijn dat u weer kijkt naar de App History in My Life op YouTube. Vandaag nemen we jullie mee op een bijzondere dag. Ik en mijn vrouw die houden nogal veel van planten. En we gaan vandaag eens, eigenlijk staat al heel lang op onze lijst om te doen, de plantentuin van Meissen. Die gaan we vandaag doen. Dus we nemen jullie mee en blijf kijken voor deze prachtige video. 2000 verschillende soorten planten. Ik weet niet of dat we het allemaal gaan kunnen bekijken. We hebben niet zoveel tijd. Het is al 2 uur en het sluit om 6 uur, dus we zullen zien hoe ver we geraken. Ja, bij dit beeld voel ik me toch altijd een beetje de koning van het land. Ik kan er alleen maar van dromen, maar ik moet zeggen, dat is hier gewoonweg prachtig. In de herfst is het prachtig, maar ik denk in het voorjaar is het nog prachtiger, als alles in bloei komt te staan. Dus ik denk dat we in het voorjaar nog eens gaan terugkomen. Ervan.
Ah, misschien dat je een kleedje hebt in hetzelfde assortie als de plantentuin van Meissen. Allemaal bloempjes. Ah, de dochter. En wie heeft dat gekozen? Lara. Aha.
En hier wandelen we door een deel van het tropische regenwoud. Echt prachtig om te zien. Echt een aanrader. De plantentuin van Meissen. Het is wel een hele leuke belevenis. Je kunt het een beetje vergelijken met fietsen door de bomen, maar dan hier wandelen door het regenwoud. Best de moeite om eens te doen. Leuk. We zijn net buiten uit de Serres, we hebben door de woestijn gewandeld, we hebben door het tropische regenwoud gewandeld, we hebben de Meditaanse cultuur gezien en de biotoop in Tenerife. En ik heb van boven in de toppen van het regenwoud gelopen. Het was fantastisch, maar echt warm. Warm, vochtigheidsgraad, niet normaal. Zo'n fantastische wandeling kunnen we genieten, even van een lekkere platé met een Brusselse wafel, maar daar zijn we nog op aan het wachten, dus even genieten. Bij deze kan ik alleen maar zeggen dat het heel lekker was.
bij deze ronden wij af. Ons bezoek aan de plantentuin in Meissen was een fantastische ervaring. Voor de mensen die ook naar de plantentuin van Meissen willen komen, alle descripties vindt u in deze video. Bye bye, vergeet geen duimpje te geven en blijf ons volgen.